Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier voor jullie met mijn nieuwe GTA 5 natuurlijk. En jongens, vandaag gaan we eens even switchen naar mijn goeie Mattie en homie en gabber gozer dude Franklin. Dus ja, eens even zien. Franklin, Mattie, waar hang jij uit? Eens even zien. Oeh, helemaal aan de andere kant van Los Santos. Wat doet hij daar nou? Waarschijnlijk ziet hij weer porno te kijken. Altijd zo. Franklin. What the fuck? Is dat een café of zo? Hij is bij een café. Geweldig. Mooie worp trouwens. Even kijken, hij heeft wel weer coole kleding aan. Even kijken, ik wil graag wat bestellen. Ik wil wat bestellen. Ik wil wat bestellen. Ik wil wat bestellen. Ik wil bestellen. Ik wil bestellen. Ik wil wat bestellen. Ik wil wat bestellen. Kom, bestellen. Donder op, ik wil wat goed zal. Oh, oh, you wanna play it like that, you fucker? Oké. Okay. Haja. Geef hem een rechtse, goed zal. En dan jij ook nog even. Mooie dodge. Ja, jij ook nog bitch clap. En hier en. Zo met je hasses tegen die counter table. Nou, we zijn toch bij de politie betrokken. Dus nu kunnen we maar beter ook iedereen overhoop schieten. Zo. En dan even jij erbij. Oh god, allemaal mensen. Ja, jullie ook even dood zo. Het getuige is ook helemaal niet goed van hier. Oké, nou, eens even zien. Pow, pow, pew, pew, pew. Kijk, wie heeft er een shooting race nodig? Dat doen we allemaal zelf. Eens even zien. Nou, we hebben een auto nodig. Auto. Ah, kijk, daar zijn auto's. Auto's. Politie, natuurlijk. Even kijken. Auto. Oké, mooi groom. Even kijken. Nou, pak hem. Oh god, daar komt de politie. Nee, Franklin. Ja, ja, toetoot. Toetoot, meneer de politie. Oh god, ja, het spijt me. Ik word geduwd hier. Het spijt me heel erg. Oh god, ja. Entschuldigung. Entschuldigung, meneer de politie. Entschuldigung. Even kijken, goed. Nou, we gaan maar eens even doorrijden. Godverdatering. Even. Motherfuckers, even kijken, goed. Nou, sodemieter op. Ik haat jou. Weg. Even kijken. Oh, dat is een Uzi. Holy shit, talking mushrooms. Lijkauto's op de weg. Wat, zijn die ook in GTA? Lijkauto's, the fuck man. Ik wil een lijkauto voor Franklin. Nee, eens even kijken. Shit. Eens even kijken. Nou, ik zag een F in beeld. Dus misschien als we naar die F gaan, kunnen we de politie ontsnappen. Dat zal wel wat zijn, hè. Even kijken, zo, oké, okay, moeten we wel door al die politie heen beuken. Dan dat wordt geen probleem, want die luiden kunnen toch niet rijden. Shit, kijk, dat bedoel ik dus. My god, politie, move your asses. Ik kom eraan in mijn elektrische wagentje. Eens even zien, tenminste, het ding maakt geen geluid en het ziet eruit als een elektrische auto. Dus ik denk praktisch wel dat dit een elektrische auto is. Eens even kijken, what the fuck, politie, oh nee, wat, politie, what the fuck, ziekenhuis. Oh god, meer politie, net ach. Dit is een elektrische auto, moet je dat ding horen zoomen? Ik heb een stofzuiger. Hier langs, toet toet. Ja, tuurlijk jongens. Beuk maar eens even lekker erdoor. God, dat hek, dat hebben we ook al 10 keer moeten maken. Nou, sorry. Eens even zien. Zo, oké. Nou, waar gaan we precies allemaal heen? Oké, zo, hallo. Goed, Franklin, huis. Oké, parkeren. Goed zo, Franklin. Zo doen wij dat hier. What the fuck? Franklin, wat was dat nou? Je viel in één keer om. Franklin kreeg het hartaanval, mensen. Oh mijn god. Staat er nog een auto hier? Nee, er staat helemaal niks. Alleen maar een hoop met zooi. Oké, goed. Ik wil eens even kijken hoe het met onze goede Mattie Chop is. Choppie. Oh, god, een hondenhok. What the fuck? Hold LT when unarmed to interact with Chop. Oké. Okay. Ik wil Chop je aai. Nee, ik wil geen... Nee. Hold LT. Wat is LT ook? Oh, dat is dit. Walk time, little homie. Come on. Nou, kom op. Yay. Ik wil niet met die... Nee. Can't play. Fat using the ball and the weapon wheel. Nee, geef dat. Nou, hup, geef maar.
Nou, heb je nog meer ballen dan, of? Zijn die ballen dan? Ha, dit is wel cool eigenlijk. Ik ga gewoon een missie starten, fuck the system. Ha, dat was wel heel grappig met die hond. Gaan we nog wel een keer wat meer doen, denk ik, in de toekomst. Gaan we een hele aflevering wijden aan Chop en alles en... What the fuck is hier aan de hand? Plaatselijke breiklub. Nee, ik ook niet. Precies, ik woon hier. Magenta, dat is een kleur. Ik weet nog niet zeker of dat nou zijn meisje is. En of dat nou zijn moeder is. Nou, het zal allemaal wel. Homies. Hoe gaat het, homies? Spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dog. I missed you, dog. I missed you too. Yeah. You ask her to stay gone for good. No, no, Franklin, een beetje aardig. Better yet, I ain't thought about your ass in years. Nou, Franklin is erg bezig geweest. Dat moet ik wel toegeven. Jongen, jongen, fatsoen is ver te zoeken hier in deze buurt. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. You've been doing your time looking at sweet. Denk je dat met dit interesseert? Ik heb een fucking gun, jongen. Ik knal ze allemaal dood. Eens kijken of ze dan nog wat in die ballen van hun hebben. We from the same set, stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got nee, voor jou niet, nee, met je hoofd. Alright, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Okay, zal ik doen. En dan van mijn erf af jij. Of je zult ervan lusten. Ja, je zit op mijn goddamn erf. Ga je van mijn goddamn erf af, dan ga ik juist even een goddamn bullet door je hoofd heen knallen. Business, yeah, business. Tuurlijk rijden we in een Cadillac. Hoe fucking kan dat ook anders? Ammunition! Oké, geen idee waar dat bleven is, maar dat zullen we vanzelf gaan merken. Ammunition, slim bedacht. Is dat een plaatselijke wapendealer? Ammunition. Komt van het woord ammunition, dus het kan heel goed dat het een plaatselijke wapendealer is. Het zal allemaal wel en we zien het allemaal wel. We moeten in ieder geval daar naartoe gaan. Oké. Exactly. Exactimundo. Zo, hey, kijk, hier ben ik al een keer eerder langs geweest. Ammunition, gun club, ik wist het. Zo, autootje parkeren. Miep. Oké. Ja, dit recept gereed. Ik moet hier naar boven in ieder geval, want hier is de ingang. Kijk, de achterkant. Welcome to Ammunition. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? What's up, Swa? Welcome to the counter to purchase new weapons and stock up on ammo. Oké, dat is iets. Oké. Je kunt hier ook ammo refillen. Oké. Nou, dan gaan we eens even kijken of we ik wil die fucking minigun die daar rechts onder in beeld hangt. Maar nou, we gaan in ieder geval kijken of we Franklin wat coole dingetjes kunnen geven. Oké. Buy weapons. Oh, buy a pump shotgun en een flashlight mod. Oké, dus we moeten eerst een fucking... Oké, pump shotgun. Tuurlijk, 500 van mijn eigen geld. Flashlight drop. Why the fuck not? Hold mijn kogels erin. Zo. Jongen. Oké, nou, wat zullen we nog meer kopen? Even zien. We kunnen wat armor kopen. Oké, kopen we armor. Even kijken. Super light armor. Light armor, standard armor. Dat is fucking duur. I don't need armor, bitches. Oh, zullen we niet van een jachthemd voor Franklin kopen of zo? Dat is wel cool. Dat is wel chill. Even kijken. Die is best wel epic. Nah. Niet epic genoeg. Die ook niet. Nee. God, doen we deze maar. Ziet er wel cool uit. Oké, zo. Franklin is helemaal weer upgegeared. En eens even kijken. Kunnen we nog wat meer wapens kopen voor mijn goede Mattie Franklin? Of zijn we zo arm dat we gewoon geen reet meer kunnen betalen hier?
Een micro. Die hebben we al. Kopen we homekogels voor. Oké, seems legit. Prima. Geen idee hoe Franklin naar die micro SMG komt. Het zal allemaal wel. Franklin ziet er in ieder geval weer hypermodern uit. En hier is kennelijk ook een shooting range. Dus daar kunnen we ook wel wat gaan doen. Dus even kijken. Hey, niggers. Bam. Sodom erop. Ik had zin om iemand te slaan. Dus doe ik dat ook. Wow. Nou, kom op in die auto. Toet toet. Hey, die animatie. Nu komt met die hand zo. Toet toet. Oké. Okay. Waar moeten we nu precies zijn? Sorry van de brandkraan. Het zal wel. Niemand heeft hier een brandkraan nodig op deze straat. Nou, wat moeten we allemaal doen, jongens? Nigga. Iemand. Oh my god. Wie dat woord heeft bedacht, echt. Dit moet je gewoon een kogel door zijn kop heen knallen. Nigga. Jongen. Ze noemen elkaar allemaal homie, nigger. Kijk, ze schelden elkaar allemaal uit voor neger. Maar als iemand anders een keer zegt, hey neger, dan worden ze helemaal boos en alles. Het slaat fucking nergens op. Ja, hallo, ga er aan de kant, man. CG? CGF? CG! Is die niet van San Andreas of zo? Ik heb gehoord van iemand, Jelle, dat hier zo'n gast woont in Grove Street. CG of zoiets, ik weet het ook allemaal niet. CG, ik weet het allemaal niet, hoor. GG of GC, oh my god, ik weet niet hoor. Het zal allemaal wel. Grove Street, dat wordt kennelijk zo'n kwiebus uit een eerdere GTA. Die moet ik helemaal gaan bezoeken en alles. En we zijn kennelijk bij ons bestemming aangekomen. Eens even kijken, goed, autootje bekeren. Atsikide, zo. En nu, wat moeten we nu doen? Moeten we naar binnen of zo? Nou, het zal wel. Atsikide, zo, naar binnen. Wordt hier alle drugs gedeeld en wapens gemaakt en wijven verkracht en al die meuk. Wat dat allemaal hier gedaan? Oh, wat gerecycled zo te zien. Mooi recycle logo. Hele goede dekmantel. Welke shit? Wacht eens even. Hebben wij die gast niet een keer gekidnapt met die paarse meuk allemaal aan? Kijk, dat zei ik dus ook al, Franklin. Oh god, hinderlaag. Niet hoog. Oh god. Ballas. Nee, de ballas. Niet hoog. Oh god, ja, ja, oké, okay. Pak maar vast een zakje met ijs, want die komt niet meer bij. Die doet het niet meer. Die is kapot. Eens even kijken. Holy shit, allemaal luien. Bam, zo, dat zijn twee in één schot. Helemaal prima. Ja, ook nog even dood. Helemaal lauw. Even kijken, god. Eens even kijken. Boom, weer twee in één schot. Gewoon master shooting hier gewoon. Even zien. Oké, okay, goed. Nou, let's go. Zie je wel, niemand heeft armor nodig. Fuck dat. Het enige wat iemand nodig heeft is vuurkracht. Dat is het enige wat we nodig hebben hier in GTA. Ja, move your ass. Ik moet hierbij. Dan ga ik hier wel staan. Holy shit. Boom, weer twee in één schot neer. Prachtig geschoten, Franklin. Franklin heeft helemaal geen shooting range nodig. Het enige wat hij nodig heeft is gewoon een hoop mensen om op te schieten. Even kijken, waar zijn ze? Dudes. Holy shit. Wat wordt er allemaal geschoten hier? Bam. Die komt niet meer bijna, die grote shotgun kogel recht in zijn face. Hup, jij ook dood? Oké. Okay. Jij ook nog even dood. En jij, ja, ook nog eventjes. Oké. En ja, in je pot. Of niet. Jammer. Bam. Zo. Het is gewoon shotgun is praktisch gewoon instakill. Oké, let's go. Let's do this, little homie. Helemaal mee eens. Ta-ta-ta. Het volk stelt in principe niks voor. Het volk kan toch niet schieten. Dus wat dat betreft. Iemand hier. Oh god. Ja, ik dacht al zoiets. Ik heb hem recht in zijn lul geschoten. Nog meer mensen hier. Of was dat de laatste van de ballas? Even kijken. Hallo. Oh god, dekking. Boom. Boom. Oké, okay, zo. Uitgeschakeld. Ga sterf doen. Goed zo. My god. Ik heb een beetje low health. Dat is wel zo. Ik had misschien beter eerst een beetje health kunnen regenen voordat ik op deze missie was gegaan. Maar goed. Hallo. Oh god. Moet ik die deur open doen? Het zal. Dekking, Franklin, dekking. Ik denk, maar die kunnen we beter misschien.
Waarom heb ik een AK-47? Het zal wel. Hier kunnen we beter Dinning gebruiken, denk ik. Waarom pak ik alsnog de AK-47? Ik vind het helemaal prima. Kijk, Maai is ook allemaal minder. Oké, waar zijn ze allemaal? Oh, ze zijn echt overal. Sterven, sterven. Oké, hier hebben we die micro-SSD. Waarom denk ik steeds micro-SSD? Fucking computermerk. Ik bedoel SMG. Fucking Uzi, jongen. Ja, ook nog even dat. Auw, Franklin, nee! Alles brandt hier. Rennen. Sterven zal u. God. Ga ze hem sterven doen, jij. Goed zo. Nou, zijn er nog meer of brandt het hele pand vanzelf af met ons erin, of niet? Nou kijk, mijn helft is weer iets geregend, dat is iets. Sterven zal u. Waarom zeg ik dat steeds? What the fuck, mijn helft is helemaal geregend. Wauw. Ik wist wel dat het een stukje zou regenen. En Franklin, what the fuck are you doing? Nou, iemand? Oh god, moet ik nou zeker de dingen overdoen? Jezus. Oké, iemand? Fucking politie. Gefucking wel. Nou, even kom op, even zonder dingen gaan lopen, Franklin. Kom op, hup, 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 hup. Oh god, ik moet dat ding natuurlijk. Kom op, daarachter, Franklin, oké. Okay. Ga maar met dat ding, die helikopter uitschakelen dan. Ja, oké. Ja, oké, zo. Escape the junkyard. Find by me. Echt easy gewoon. Er zit ook echt geen kogel of geen glas in een helikopter of zo. Nee. Dat soort dingen kennen wij hier in Los Santos niet. Het is misschien handig als ik zonder wapen ga lopen. Ben ik misschien sneller. Ik denk het niet. Franklin is toch te vet om überhaupt gewoon een beetje snel te rennen. Maar wat? Jezus, hé. Hey. Echt dat faceplant gedoe je. Nou, kom op. Hup, Lamar. Klim eroverheen met die reet van je. Wat voor mogel er ook mag wezen. Ik vind het allemaal prima. Kom op, rennen. Wat hebben we dan nodig? Auto. Boom, jongen. Gewoon even slaan in de wilde weg en die gast die stapt gewoon al uit. Lose the cops. Stap in dan, Franklin. What the fuck are you doing? Oké, go. De cops ken... Ja, het zal. Snel. By switching cars. Oh, shit, man. Wacht. The cops can evade more easily. De auto switchen of zo. Oké, het zal. Move your ass, bitch. Move it. Moet gewoon snel rijden. Ja, schiet hem maar dood. Schiet hem dood. Goed zo, jongens. Knal ze maar overal op. Geet er in een fucking snelle automobiel. What the fuck? Waarom gaat die gast aan de kant terwijl ik... Oh my god, man. God, oh god. Rijden met het ding. Sneller, Francis. Francis? Ik ga zeggen geen Francis. Franklin heet hij. My god, game. Shit. Oké. Okay. Dat werkt. Donder een eind op met je rotwagentje. Serieus. Helemaal klaar mee. Nou. Move it. Oh, lose it. Serieus. Oh god, stik er weer van over de politie. Jongen, jongen, oké. Gewoon gassen, gassen. Wij moeten gassen hier. Jezus, je kuttaxi. Oh god. Dit gaat nog wel even duren, denk ik. Wie zijn als we per boot gaan of zo, zijn we sneller. Ik weet het niet. Ja, hij is hem weer gevonden daar. Jongen, jongen, jongen. Echt. Als Franklin gewoon een stukje beter was in rijden, dan waren we nu al lang weg geweest. Het is ook niet echt een goede auto om te rijden, maar dan nog. Wat een escape vehicle. Shit. Ik zit er verkeerd hier. Nou, hek even omrijden. Dit is fucking water. Stap uit!
Stap uit, jongens. Zie je nou allemaal? Oh mijn god, volgens mij zitten ze nog vast in de auto. Niet toch. Het is ieder van zich. Het is ieder van zich, jongens. Ik kan jullie niet langer helpen. Oh mijn god, Franklin is helemaal doorweekt. Moet de voet verder gaan. Hup, verstoppen. Oké. Okay. Go back to Franklin's house. Oké. Okay. Nou, Franklin, je kunt dan wel omhoog gaan, denk ik, hoor. Niet onder het schip, hoor. Alsjeblieft niet. Oké. Okay. Nou, hierop. Zo. En nu... Nee, geen faceplant op de mosselen. Hé, mijn homies zijn er ook. Oké, okay, goed. Nou, even zien, hoor. Nu moeten we alleen nog even een goede uitweg bedenken. Nu hebben we in ieder geval iets van een autootje nodig. Oké, okay, nou. Dat was Franklin's eerste oorlog met de ballas. Return to Stretch. What the fuck is Stretch? Ik moest toch terug naar mijn huis? Stretch, kom aan de mij toe. Stretch. Stretch. Oh, pff. Franklin, doe nou niet zo droog, man. Hup, spring er gewoon af. Nou, moeten we weer helemaal naar Stretch toe. Oké. Okay. Stretch, Mattie. Kom maar. Even snel zwemmen. Ik hoop alleen dat ik niet wat overvaren, want dan ga ik echt heel depressief zijn. Nou, Stretch. Kom eens even, jongen. Kom maar. Kom maar, je kunt het wel. Goed zo. Nou, iedereen hier? Ja, iedereen hier. Oké, okay, dan gaan we er hier uit. Ik wil wel doorzwemmen, jongens. Even een beetje verhaal maken. Anders zijn we voor het dag niet thuis. Dan krijg ik op de kop van mijn vriendin. Want dan heb ik het eten weer gemist. En dan wordt ze weer boos. En al die meuk en zo. En... Kom maar, jongens. Helemaal doorweekt. Maar goed. Franklin's haar is wel schoon. En hij hoeft niet meer te douchen. Dat is iets. Dus even zien. We hebben een voertuig nodig. Eens even zijn. Voertuig. Is hier een voertuig? Maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Kunnen we beter een beetje deze kant op gaan. Misschien een zierenvoertuig. Ik heb wel een auto nodig, want ik heb niet genoeg voor... ik heb geen motor voor 3 man, dus... Ja. Even zien. Een truck volstaat, denk ik. Ik weet niet, misschien is er maar plek voor 2 mensen. Stamina, dat is increased. Oké, dat is goed. Dat is heel goed. Even kijken. Hier kunnen we wel overheen, denk ik. Huh? Franklin. Jezus. Ja, zijn stamina is geïncreased. Terwijl zijn domheid is zeker omlaag gegaan. Nou, kom op, jongens. Kunnen we hier overheen of niet? Nee, kunnen we niet overheen. Oké, okay, dan moeten we maar eromheen. Oké. Okay. Ja, stel je niet aan, man. Jezus. Het is allemaal hek. My god, het is allemaal hek hier. Ik kan geen kant op. Ik kan geen kant op, man. Allemaal hek. Nee, toch. Zijn dat auto's daar? Nee, volgens mij niet. Kan niet. Kan haast niet. Ik voel me nu helemaal zo'n ontsnap. Gevangenen. Iedereen nog bij mij? Ja. What the fuck, man. Er is gewoon helemaal niks hier. Nou. Hup. Dan gaan we deze kant op. Hup. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zet die beentjes maar eens even aan het werk, Franklin. Eens even kijken. Misschien zijn die wel auto's. Misschien iets van trucks of zo. Of... Iets in die trend, in die geest. Mijn matties zijn nog steeds bij me, oké. Okay. Of mijn homies eigenlijk gezegd. Hè. Yes! Hier is een dok voor vrachtauto's. Dus hier moet... En hier zal... Wel gewoon iets van een auto staan. Al staat hier een fucking scootmobiel, het interesseert me niet. Nou ja, eigenlijk interesseert het me wel. Ik heb een auto, daar staat een auto. Halleluja! Halleluja! Holy shit, is een vette kar ook nog. Holy moly. Is het groot genoeg voor ons allemaal eigenlijk? A vehicle with more seats is needed. Godver... Heeft dit more seats? Ja, dit is een oude roestbak. Deze dan. Heeft deze meer plaats? Ook niet. Fucking geweldig. Wel, dan zijn wij eraan overgelaten om deze oude roestbak mee te nemen. Nou, kom op. Hup, 1, 2. Oké, okay, naar binnen. Hup, 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 er allemaal in. Oké. Okay. Hey, what the hell you walked me into back there? Shit.
shit, man. You the one popped his ass. I did the necessary. Yeah, thank you for that, dog. This all on you, LD, lanky dumbass. Me? Heb je al daar wel gesnoeiveld, uiteraard. If you started something with the ballers, shit, I don't care if you CGF for life, man. You done. Done, you did. Kreeg compleet de verkeerde kant op. Geweldig, Ronald. Zo, hier langs. Oh, no, no, he don't mean that, Lope. F just talking outside his neck. I'ma reach cross lines, alright? Conversate with the purple homies. Yeah, purple homies. Idea, man. Smart shit. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes. Ik kan het niet laten. Shit, oké. Kon niet laten. Wat de fuck was dat? En ik een solibiter graag waren om of zoiets naar zal. Nee, ik ben deze luik wel zo weer kwijt al trouwens. Maar ik kon het niet laten om even zo'n douane en korrel door zijn kop heen te jagen. Echt serieus. Oké, dan zullen we vrienden achteruit moeten. Jezus, ik ben hier gesloten. Misschien haal ik het als ik heel snel rijd. Nee, ze hebben me alweer gespot. Great job, Franklin. Great job. Toet. Ik kom eraan. Nee, I will not stop my car for nobody. I am saying that because I am a good human being of zoiets. En ik rijd de haven op. Kut. Hier moeten we in dan. Dat is onze laatste kans. What the fuck? Er knalt gewoon ons iets neer of zoiets. The fuck, man. God, Molderkap is er al afgeschoten. Jongen, jongen. Nou, lose the cops. Franklin. Jij ook altijd. Oké. Okay. Hoppakee. Eens even zien, hoor. Franklin's huis. Moet hij wel ergens staan? Daar moeten we heen. Volgens de map. Dus, oké. Okay. Tenminste, dat werd gezegd, go back to Franklin's house. Nou, gaan we naar Franklin's house. Ik vind het prima. We verliezen die kutpolitie toch wel onderweg, dus... Sorry, we drop. Shady motherfucker. Move it. Oké. Okay. Oh, we zaten op de goede weg, alleen we hebben de verkeerde afslag genomen. Geweldig. Hier langs. Voorzichtig, voorzichtig. Kijk uit, palmboom op de weg. Miep, miep, miep. Ja. Nu moet die politie ons wel kwijt zijn, denk ik, of niet? Ze willen zo sterk vooruit dat ze ons niet meer in kunnen halen. Kom op, loose the cops. Spelletje. Nee. I shall not get spotted. Shit, gelukkig. My god, wat ben ik hier blij om. Hey, brandweerauto. No wonder I want to get out of here. No one's stopping you, little homie. Little homie. Hey, Matties. Hey, mijn auto is weg. Lol. Oké, here we are, man. Stap maar eens in, man. Oké. Nou, wat nu, jongens? Het was een hel van een avontuur, maar goed. What the fuck, allemaal schelden. New contact stretch. Oké, de long stretch. Oké, nou, we hebben redelijk ons best gedaan. We hebben 63% gehaald. Ik vind het helemaal prima. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laat even nog wat likes achter. Abonneer als je meer GTA wilt zien. En volg me op Twitter, @ShadowGames23. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer GTA 5. Dus ja, later mensen.